Mijn naam is professor Remy. Ik ben hoogleraar microchirurgie en experimentele technieken aan de Universiteit in Groningen. Best nog wel moeilijk om natuurlijk een rat te maken die je ook een beetje ratterig aanvoelt. Als je het van heel hard plastic maakt, dan is dat ook weer niet echt. Maar dit voelt ook echt wel een beetje als een echt dier. Het is natuurlijk koud, maar het voelt wel een beetje als een echte rat. Als we gaan kijken naar het aantal dieren wat je met dit model kunt besparen, dan moet je daar toch eigenlijk een beetje een slag naar slaan. Maar wij verwachten dat het toch om een aantal duizenden dieren per jaar wereldwijd gaat. En het model is inmiddels al zo'n kleine 12, 13 jaar in gebruik. Dus ja, ik denk dat de besparingen toch fors zijn. Er is ooit een publicatie geweest van iemand die een niertransplantatie beschreef en die ook beschreven hoeveel dieren die daarvoor nodig had. En daar had hij in totaal 238 dieren voor nodig om die techniek tot een zodanig niveau te perfectioneren dat hij het acceptabel vond, de ischemietijd. En wij hebben uitgerekend dat als die man nou op onze kunstrat had geoefend, dat we tot 95% dieren hadden kunnen besparen daarmee. En ja, dat is natuurlijk een enorm aantal. En dat geven we onze studenten ook mee, dat ze dat ook zeker moeten doen. En daarbij komt, wat we ook in de praktijk zien, is dat mensen op de kunstrat vreselijk graag werken. Het is de zenfase in de training. Het is muisstil. Iedereen is hevig geconcentreerd op het dier. We hebben gekozen om het model niet zodanig levensecht te maken dat er ook vloeistoffen door deze vaten zouden stromen. Het is natuurlijk heel erg mooi als je microvaatchirurgie doet en je kunt na je werk je anastomose, zoals dat heet, even testen op doorgankelijkheid of andere zaken. Dat zou betekenen dat we hier pompjes in moeten brengen, allerlei aansluitingen in moeten maken. Dat zou dit model zo duur maken dat vrijwel niemand het meer zou gaan gebruiken. We hebben nu mede door de steun van Solvay hebben we een product kunnen maken wat op dit moment nog steeds onder de 200 euro kost. En ja, daarvoor wil iedereen het eigenlijk wel kopen en kunnen zelfs studenten het op persoonlijke titel kopen voor dat bedrag. Ze kunnen daar tijden mee oefenen.